BSC 68 maakt in de laatste speelronde van de derde klasse A als nummer 2 nog kans op de titel. De achterstand op koploper Koudekerk is slechts 2 punten, maar het verschil in doelsaldo is groot. Koudekerk heeft een doelsaldo van plus 30 en BSC staat op plus 11. Lucas Plag stoomt op en krijgt de eerste kans tegen Lugdunum, maar mikt naast. Dijkhuizen geeft mee aan Van der Valk en die wordt onderuitgelopen, zeg maar gerust omvergebeukt. Overtreding en vrije trap voor BSC. Lodi Dijkhuizen achter de bal, over de muur en in het doel. 1-0 voor BSC in de 7e minuut van de wedstrijd. Dijkhuizen laat de doelman van Lugdunum kansloos met een schitterende vrije trap in de kruising. BSC opent zo al vroeg de score. En nog geen 2 minuten na de openingstreffer wordt de Pijnder weggestuurd. De voorzet en Leon Corving kopt raak. Hij knikt in de 9e minuut de 2-0 binnen voor BSC. En zo verdubbelen de bezoekers uit Benthuizen razendsnel de voorsprong dankzij een uitstekende kopbal van Corving. Plag zet het op een lopen en steekt bijna het hele veld over. Hij geeft voor, geklungel in de defensie van Lugdunum, maar BSC weet er niet van te profiteren. Lugdunum vecht tijdens de laatste speelronde nog tegen directe degradatie uit de derde klasse A. Maar de spits van de thuisploeg heeft zijn vizier nog niet op scherp staan. De Benthuizenaren blijven aanvallen. De voorzet van Romé Thies en een spectaculaire halve omhaal van de Pijnder vliegt vol in het gezicht van een speler van Lugdunum. Die ziet sterkjes en heeft verzorging nodig. Een corner van Thies wordt weggekopt. En de afvallende bal wordt opgepikt door Hensen. Die probeert het met een volley, maar net over het doel. Ook de thuisploeg krijgt de kansen in Leiden. Splithof raakt de bal helemaal verkeerd en daardoor kan Tom Dijkhuizen schieten van dichtbij naast. BSC kan zich met een overwinning verzekeren van een plek in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Corving legt de bal pan klaar voor Hensen en die krult de bal over het doel. Thies raakt het balbezit kwijt, zet zelf de achtervolging in en raakt vervolgens in het duel geblesseerd. Hij kan niet verder en moet worden gewisseld. BSC gaat de rust in met een 2-0 voorsprong in Leiden. De tweede helft is 2 minuten oud als Lugdunum door de verdediging van BSC combineert. Tom Dijkhuizen met een snoeihardschot vanuit de moeilijke hoek en doelman Levi Tuit heeft de bal alleen maar langs horen komen. Tom Dijkhuizen, de rechtsback van Lugdunum, tekent met een kiezelharde uithaal voor de 2-1. Een corner van BSC, Lozen laat los en de Pijnder pompt de bal opnieuw het strafschopgebied in en nu wel een prooi voor de doelman van Lugdunum. Laconiek verdedigd met een hakje, BSC neemt het balbezit over. Met een volley weer voor het doel geslingerd, bij de tweede paal de Pijnder, die schiet raak. Maar de scheidsrechter heeft al gefloten voor buitenspel. De beelden geven niet helemaal uitsluitsel. Maar de Pijnder lijkt inderdaad buitenspel te staan. Niet veel later, een verre inworp. En Joep van Stralen prikt de bal binnen. Nu is het wel raak. 3-1 voor BSC. Van Stralen draait weg bij zijn tegenstander. En puntert daarna de bal langs de keeper van Lugdunum. En de aanvaller viert het feestje met het meegereisde publiek uit Benthuizen. De Pijnder geeft mee aan Corving. Die slingert de bal voor het doel en Van Stralen
probeert het dan weer met het schot. Lozen laat zich echter nu niet verrassen door de nummer 9 van BSC. Een overtreding op Van der Valk op de rand van het strafschopgebied. De Pijnder met de vrije trap. En Falco Hensen wint het duel in het luchtruim en knikt de bal in het doel. En dat is 4 voor BSC. De Pijnder serveert de bal op een presenteerblaadje. En Hensen met een kopbal die via de binnenkant van de paal erin gaat. Ook Hensen viert zijn goal met de fans langs de kant. De Pijnder kapt zijn tegenstander uit, het schot in de korte hoek, maar Lozen voorkomt dat BSC de voorsprong nog verder uitbouwt. BSC levert het balbezit in en Luuk Dunum komt er razendsnel uit op de counter. En Isitar is er als de kippen bij om de 4-2 binnen te tikken. Luuk Dunum degradeert, maar doet toch nog wat terug in deze wedstrijd, waarin BSC een plek in de na-competitie voor promotie naar de tweede klasse uiteindelijk veilig stelt. En moet alleen op doelsaldo het kampioenschap aan Koudekerk laten. En Corvin krijgt nog een enorme kans op de 5-2, maar de keeper redt met de voet op de doellijn. BSC wint met 4-2 en eindigt als tweede in de derde klasse A. Allereerste felicitaties hier met de overwinning. Of is het toch nog misschien een beetje zwaar dat je op doelsaldo misschien net niet redt? Nee, ik heb de jongens niet horen juichen, dus het is een beetje dubbel. Kijk, aan de ene kant, je mist kampioenschap op doelsaldo. Maar goed, je pakt ook een prijs na de promotie van vorig jaar, dus uiteindelijk doe je het supergoed. Alleen ja, het voelt een beetje dubbel, omdat je net misgrijpt. Ja. Je staat eigenlijk dan al na 10 minuten heel makkelijk op een 0-2 voorsprong. Toen zag ik jullie eigenlijk iets teruggaan en ik dacht van als je op doelsaldo nog wat moet gaan doen, moet je gaan doorpakken. Ja goed, wij hadden vandaag niet 19-0 gewonnen, dus dat hadden we denk ik niet gehaald. Dus opdracht was 3-0 of in ieder geval winnen. Het was na 20 minuten inderdaad een beetje inzakken, maar dat was niet de bedoeling, was ook de afspraak niet. Ik denk dat dat gewoon een beetje in de wedstrijd gebeurt, een beetje spanning. Dat de jongens wellicht een beetje vergeten om vanuit de taak te voetballen. De tweede helft hebben we het wel weer recht gezet, denk ik. Dat we iets meer vooruit gingen voetballen. En je krijgt heel snel de 2-1 om je oren. Mooie goal trouwens. Ja, zeker. Alleen mag niet gebeuren. Ik bedoel, die jongen loopt zo vrij naar binnen. Dat zijn weer leermomenten voor de nakomstje straks. Maar goed, uiteindelijk trek je die wedstrijd over de streep en prima seizoen.